Wie is Bertus Beaumont? Niemand. Nee, ik zeg niemand, omdat ik weet zelf eigenlijk niet precies wie ik ben. Hè? Ik kan het wel toelichten. Nee, weet je, tuurlijk, ik kan vertellen wie is Bertus Beaumont. Bertus Beaumont is een vader van twee lieve kinderen, is een wetenschapper, is docent, is mens. Is iemand die woont in Spaarndam, een leuk huisje op een dijk. Maar is dat wie ik ben? Weet je? Weet ik niet. Hoe komt het dat de evolutie jou zo geraakt heeft? En je groeit op. En je leert dat je een mens bent. En al die dingen. En ik was heel nieuwsgierig. Ik werd katholiek opgevoed. Niet heel streng. Helemaal niet streng zelfs. Maar toch wel met dat verhaal van God. En God heeft de mens gemaakt enzovoorts. En ik had daar wel vragen over. En er kwamen eigenlijk geen bevredigende antwoorden op die vraag. En ik ontdekte op een gegeven moment dat er zoiets bestond als wetenschap. En ik heb ooit dus, ik denk dat ik een jaar of 15, 16, toen zag ik voor het eerst bacteriën in een soort kweekvat. Die werden gekweekt. En dat fascineerde mij zo. En toen ben ik microbiologie gaan studeren. Daar ben ik ook in gepromoveerd. Maar tijdens die promotie ging die vraag maar door. Oké, van ja, dit is hoe deze bacterie werkt. Maar hoe zit het dan met leven? Wat is leven? En hoe is de diversiteit aan levende dingen om ons heen ontstaan? En zo ben ik uiteindelijk bij evolutie uitgekomen. En als je dan nu terugkijkt, heb je die carrière zelf ontworpen of is het je overkomen? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, totaal overkomen. Leg uit. Ik denk dat, kijk, je bepaalt niet hoe je DNA eruit ziet. Althans, vooralsnog. Misschien in de toekomst dat je dat kan veranderen. Maar vooralsnog heb je niet bepaald hoe je DNA eruit ziet. Je hebt je ouders niet gekozen. Je hebt niet gekozen in welke buurt je opgroeit, in welk land. Dus als je dat zo'n beetje bekijkt, dan zou het kunnen zijn dat je concludeert dat er eigenlijk heel weinig te plannen valt. Werkelijk te plannen. Hè? Vanuit een soort overzicht en controle over waar je naartoe wil, wat je zelf denkt. Dus ik heb sterk het idee dat het mij eigenlijk helemaal overkomen is. Kan je één voorbeeld geven en zeggen, ja, toen ben ik echt hard gestruikeld. Ja. En toen moest ik opstaan en als ik daarop terugkijk, dat heeft een enorme impact gehad. Ja, ik had het geluk in mijn leven om op een soort hele langzame manier te falen. Zodat het er flink lekker ingevreven werd. En falen hier is echt iets in mijn hoofd. Ik was op een gegeven moment. Dus ik had op een gegeven moment. Ik heb eerder verteld, ik ben heel gefascineerd door het leven. Wat is het leven? Wat ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe werkt het? En dat leidde mij tot studie biologie en promotie in de microbiologie. Doorgaan op de academische ladder. En op een gegeven moment had ik gewoon een zogenaamde tenure track positie. Waarbij ik een kans had om een vaste baan te krijgen aan de universiteit. Een eigen onderzoeksgroep op te zetten, et cetera. En dat was ook een moment in mijn leven waarop ik realiseerde, ik realiseerde me niet eens, het diende zich aan dat er heel veel achterstallig onderhoud was op het emotionele vlak, de soul, dat ik al die jaren onder de klep had weten te houden, onbewust, met de beste bedoelingen, en dat niet meer houdbaar was. Kan je daar iets verder op ingaan? Wat heb je onder de klep gehouden? Ik zal een poging doen om iets over te zeggen. Als ik het heel algemeen zou zeggen, dan zou ik zeggen dat er heel veel zelfafwijzing was in mij. En ik heb best wel wat uitdagingen gehad in mijn jeugd. En dus vroeger ben ik gewoon omgegaan
met die uitdagingen, met de riemen die ik had. En strategieën die een kind of een puber of een jong volwassene kan bedenken. En dat zijn vaak, en ook tijdens mijn studententijd, het zijn vaak wat je zou kunnen noemen brute force strategieën. Dus als er sprake was van spanning, gewoon doorduwen. En er gewoon heel veel tijd in stoppen en dan dat whatever verslag of waar ik ook aan werkte, toch naar genoegen hoogte te stuwen. En later in mijn carrière was er een punt waarop eigenlijk die strategieën niet meer werkten. En dat was moeilijk. En op zo'n moment, op dat moment voor mij werd het duidelijk dat die oude strategieën dus niet meer werkten. En ik had niet direct een alternatief. Dus toen ontstond er een zoektocht in de hoek van kijken naar mezelf. Hoe denk ik eigenlijk? Hoe voel ik me eigenlijk? Waar loop ik tegenaan? Waarom stel ik dingen uit, bijvoorbeeld? Of waarom ben ik bang dat ik niet goed genoeg ben? Imposter syndrome. Wellicht heb je daar wel eens van gehoord. Wat ik daar inmiddels allemaal ontdekt heb, dat zijn oplossingen die superkrachtig zijn. Waarvan ik, toen ik jonger was, het bestaan niet. Ik wist niet dat soort oplossingen bestonden. En ik gun het eigenlijk jonge mensen, studenten, maar ook middelbare schoolscholieren heel erg dat ze blootgesteld worden aan zowel de uitdagingen op persoonlijk vlak waar je tegenaan kan lopen. En dat ze ook in aanraking mogen komen met de oplossingen die er zijn. Kan je er één of twee noemen? Ja, misschien wel. Als je bijvoorbeeld hebt over uitstelgedrag. Iets dat we denk ik allemaal kennen. Waarom? Dus jezelf de vraag stellen, waarom stel ik dingen uit? En dat dan werkelijk doen. En dat is best wel moeilijk. Maar dat kan je leren. En daar hoef je echt geen 47 voor te zijn. En dan kun je misschien ontdekken dat er bijvoorbeeld een bepaalde angst zit. En dan kan je doorvragen, waar komt die angst vandaan? En vervolgens niet in de valkuil trappen om te denken dat als je dat niet oké zou zijn. Omdat je dat misschien niet overal om je heen ziet gebeuren, dat mensen zich zo kwetsbaar opstellen dat ze daarover durven te spreken. Dat is wat ik zelf heb ervaren toen ik jong was, dat ik bepaalde dingen spannend vond of twijfelde aan mezelf. En dacht, ja, maar wacht even. Als dat zo is, dan zal er misschien wel iets mis met me zijn. Of, dus ik hield dat allemaal lekker voor mezelf. En dus het daarna leren kijken en leren dat te durven delen, kan heel krachtig zijn. Ik ben Bertus, ik ben universitair docent en onderzoeker aan de TU Delft. En ik hou van mensen.